Op 10 mei 2023 keurde het Europees Parlement de zogenaamde loontransparantierichtlijn goed. Alle organisaties zullen hier de komende jaren gevolgen van ondervinden. Maar wat houdt deze richtlijn nu precies in? En hoe kan je als organisatie van de nood een deugd maken en deze richtlijn inzetten als een strategische hefboom? Gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen is al lange tijd een grondbeginsel van het Europees Sociaal-Economisch Beleid. In de praktijk zien we echter dat de zogenaamde genderloonkloof nog lang niet gedicht is. Met de loontransparantierichtlijn wil de Europese Unie dan ook een versnelling hoger schakelen. België doet het met een loonkloof van 5,3% significant beter dan het Europese gemiddelde van 13%, maar ook bij ons is er dus nog werk aan de winkel. De Europese lidstaten krijgen nog tot 7 juni 2026 de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten. België wilde hier aanvankelijk vaart mee maken, maar is er uiteindelijk niet in geslaagd om dit nog voor de recente verkiezingen te realiseren. Dus nog even afwachten vooraleer we definitief weten wat de concrete implicaties zullen zijn. Maar de richtlijn is alvast zeer gedetailleerd en laat eigenlijk weinig ruimte voor nationale interpretatie toe. Verschillende berichten in de media deden het zo lijken alsof we door de loontransparantierichtlijn allemaal elkaars loon te weten zullen komen. Hoewel de richtlijn heel wat veranderingen zal teweegbrengen, is dit zeker niet wat ze beoogt. Maar wat dan wel? Wel, in wezen bevat de richtlijn 5 grote pijlers. De eerste pijler gaat over de gelijke financiële waardering van gelijke en gelijkwaardige functies. Dit betekent concreet dat werkgevers objectieve, genderneutrale criteria moeten gebruiken om te beoordelen of hun werknemers zich in een vergelijkbare situatie bevinden en dus aanspraak maken op gelijke verloon. Het gaat in de eerste plaats dan over zaken zoals vaardigheden, inspanning, verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden, maar evengoed over soft skills die relevant zijn voor de functie. De tweede pijler gaat over transparantie in loonvorming en loonontwikkeling. Organisaties zullen hun werknemers transparant moeten informeren over de criteria die gebruikt worden voor de bepaling van de verloning, het loonniveau en de loonontwikkeling. Het blijft nog even afwachten wat de Belgische wetgever zal beslissen, maar de richtlijn laat eventueel wel een vrijstelling op deze bepaling toe voor organisaties met minder dan 50 werknemers. De derde pijling gaat over transparantie vooraf aan het moment van aanwerving en bevat op het eerste gezicht misschien wel de meest onmiddellijk tastbare veranderingen voor organisaties. Deze pijler houdt ten eerste in dat werkgevers voor het eerste gesprek het startloon of een loonschaal kenbaar moeten maken aan sollicitanten. De bedoeling hiervan is om sollicitanten voldoende geïnformeerd eventueel onderhandelingen over de verloning te laten ingaan. De tweede implicatie van deze pijler is dat het voor werkgevers niet langer is toegestaan om tijdens een sollicitatiegesprek te vragen naar het huidig of vroeger loon van de sollicitant. De bedoeling van deze bepaling dan weer is om eventuele loondiscriminatie die de sollicitant meedraagt uit het verleden niet verder te laten doorwerken bij de mogelijke nieuwe werkgever. Het blijft uiteraard nog steeds wel toegestaan om te vragen naar de loonsverwachtingen van de sollicitant. De vierde pijler gaat over het recht op loontransparantie in de eigen functiecategorie. Het gaat er hierbij over dat werknemers recht hebben op informatie over hoe hun individuele loon zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde loon van hun collega's die in gelijkaardige functies zijn te werk gesteld en dit uitgesplitst naar geslacht. De vijfde pijler van de loontransparantierichtlijn tenslotte gaat over rapportering. Werkgevers zullen loonkloofpercentages moeten rapporteren per functiecategorie uitgesplitst naar looncomponent, dus zowel vast, variabel als aanvullend loon, en uitgesplitst naar geslacht. En dit zowel aan de werknemers, uw vertegenwoordigers, als aan de bevoegde overheidsdiensten. Wat betreft de vooropgestelde timing en frequenties wordt een onderscheid gemaakt tussen organisaties op basis van het aantal FTE's. Organisaties met meer dan 250 werknemers zullen jaarlijks moeten rapporteren en dit vanaf 2027. Organisaties met 150 tot 249 werknemers zullen driejaarlijks moeten rapporteren, ook vanaf 2027. En organisaties met 100 tot 149 werknemers tenslotte zullen driejaarlijks moeten rapporteren, maar pas vanaf 2031. Organisaties met minder dan 100 werknemers zijn in principe vrijgesteld van deze rapporteringsverplichting, maar het staat elke Europese lidstaat vrij om dit anders in te vullen. Het is nog even afwachten wat België zal beslissen. Wat betreft de handhaving van deze bepaling tenslotte valt ten eerste op dat de richtlijn de bewijslast bij de werkgever ligt, indien een werknemer vermoedens van loondiscriminatie kan aanvoeren. Het is dus de werkgever die dan met bewijsstukken zal moeten aantonen dat hij niet discrimineert. Verder is er bepaald dat bij veroordeling slachtoffers van loondiscriminatie recht hebben op volledige compensatie ten opzichte van de normale situatie. Slachtoffers genieten bovendien bescherming tegen represailles en eventueel minder gunstige behandeling in hun functioneren binnen de organisatie. De verjaringstermijn tenslotte werd vastgesteld op een periode van tenminste 3 jaar. Veel organisaties zijn bezorgd over de mogelijke negatieve impact die deze transparantierichtlijn zal hebben op hun bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.
Er wordt onder andere gevreesd dat naar gelang er meer looninformatie beschikbaar zal worden gemaakt, er ook meer werknemers om een loonsverhoging zullen komen vragen en dat werknemers die achter kunnen komen dat ze ondergemiddeld betaald worden, hun vertrouwen in organisaties zullen verliezen. Bovendien vrezen ze ook dat de richtlijn tot onderlinge afgunst in een ongezonde competitieve sfeer zal leiden en dus de samenwerking tussen werknemers onder druk zal zetten. Dit zijn inderdaad reële risico's. Die kunnen echter grotendeels vermeden worden en zelf in een strategische opportuniteit omgezet worden indien je als organisatie niet beperkt tot de minimumvereisten van de richtlijn, maar een stap verder gaat in loontransparantie. De meeste bepalingen van de richtlijn gaan immers over distributieve transparantie en leggen dus organisaties op om transparant te communiceren over hoe de beloningen momenteel binnen een organisatie verdeeld zijn. Indien er geen relevante context of een helder performance systeem aangekoppeld is, blijft het risico op individueel ongenoegen echter natuurlijk bestaan. Of verhoog je dat risico zelf? Maar naast distributieve transparantie bestaat er ook nog wat we procedurele transparantie noemen en waarbij de nadruk dus ligt op transparantie over hoe beslissingen over beloning genomen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat wat men in de literatuur het eerlijk proceseffect noemt, ook in beloningspraktijken van toepassing is. Dit effect houdt in dat wanneer mensen weten waarom ze minder dan anderen verdienen, ze er ook niet negatief op zullen reageren. Indien resultaten een bepaalde factor zijn in de loonsbepaling, zullen ze hoogstwaarschijnlijk bijvoorbeeld zelfs hun werkprestaties trachten op te krikken. Het is met andere woorden van cruciaal belang dat je als organisatie transparant en duidelijk bent over de factoren die je in acht neemt bij het bepalen van het startloon en de loonontwikkeling en vooral dat je die ook consequent toepast. Dit maakt het voor leidinggevenden niet enkel eenvoudiger om gesprekken over loon aan te gaan met de medewerkers, maar neemt ook elke schijn van onrechtvaardigheid of zelfs discriminatie weg. De loontransparantielichtlijn is niet vrijblijvend voor organisaties. Je kan daarom beter nadenken over hoe je loontransparantie kan inzetten op een manier die zowel tegemoetkomt aan de vereisten van de wetgever, je strategische doelen als organisatie, als de noden van je werknemers.